Tim, de eerste is binnen. Ja, inderdaad. Ik moet eerlijk zijn dat ik voor meer afgezakt was naar hier, maar ik ben toch blij dat ik er eentje kon winnen. Ja, hoe was deze sprint anders dan die eerste? Ja, ik zat in ieder geval ook beter gepositioneerd en de meeste renners zijn al een beetje vermoeid geweest ook van de afgelopen dagen. Dus het was iets makkelijker positie kiezen en het was iets minder gevring, maar ja, het waren in ieder geval rare sprints die hier, vond ik. Je werd ook nog gevallen, heb je daar nog iets van gemerkt? Nee, want ik ben zelf heel vroeg aangegaan, omdat ik had in mijn ogen geen andere keuze van aan te gaan, anders ging ik weer ingesloten zitten. Dus ik ben aangegaan op 300 meter, denk ik, en vlak daarna zijn ze gevallen, denk ik. Ja. Jullie wilden ook nog met Gianni Vermeers natuurlijk het klassement winnen. Dat is niet gelukt. Hij zat in je wiel volgens mij wel, hè? Ja, dat was de bedoeling. We hebben ook nog een tussensprint. Dat hadden we eigenlijk wel een goed scenario, maar het was net niet. Er werd geklopt op de meet, dus anders had het misschien wel moeilijk geweest. Ja. Hoe kijk je nou terug op deze ronde van Antalya? Op zich wel goed. Ik heb goed kunnen trainen. Ik had natuurlijk wel graag iets meer gewonnen, maar ik trek toch wel met een goed gevoel richting klassiekers. Dankjewel.